Welkom bij deze nieuwe podcast van Verbakos. En deze gaat over de cv-ketel. En terwijl ik hem nu opneem, is het buiten rond het vriespunt. Dus ik krijg heel veel vragen over het loodgieterswerk, problemen met de cv-radiatoren, vloerverwarming, elektrische verwarming. Ik zie ook wel dat echt veel mensen interesse hebben in elektrische verwarming. En als je natuurlijk wilt gaan verduurzamen en je hebt bijvoorbeeld enorm veel zonnepanelen op het dak, dan kun je natuurlijk met bijvoorbeeld een infrarood plafondverwarming, dat zijn eigenlijk een soort plaatradiatoren tegen het plafond, dan kun je het hele huis verwarmen elektrisch. Dus dan kun je gebruik maken van de energie die door de zonnepanelen wordt opgewerkt door de elektriciteit. Is natuurlijk duurzamer dan traditionele radiatoren of traditionele vloerverwarming, waarbij er heet water door de vloer loopt. Dat is wel iets duurzamer, iets beter nog dan radiatoren, maar toch nog steeds, als het niet komt van een warmtepomp, komt het vaak toch nog van de ouderwetse cv-ketel. En de cv-ketel maakt gebruik van gas. En gas is een grondstof die opraakt op de wereld. En daarom vinden wij dat niet duurzaam. En ik zeg het misschien een beetje raar, maar ik sta er ook volledig achter, zeg maar. Als het aan mij ligt, dan zou iedereen echt gewoon heel snel zonder gas moeten willen leven. En niet alleen voor de planeet, ook voor je portemonnee, want gas is best wel duur. En gas is best wel onveilig. Nog steeds gebeuren ook in ons land elk jaar echt een beetje slechte ongelukken of een beetje vervelende ongelukken, maar ook gewoon echt overlijden de mensen door problemen met gas. CV-ketels die niet zo goed zijn aangesloten, gasleidingen die lekken, die niet geconstateerd worden. Echt ontploffingen, ontploffingjes. En dat lees je echt niet allemaal in de krant, zeg maar. Of misschien in het lokale krantje. Of tegenwoordig natuurlijk online, maar gas is gewoon is iets heel raars. Ik ben ook bijvoorbeeld heel erg voorstander van de elektrische auto, waar we nog steeds veel mensen niks mee hebben, zogenaamd. Maar het is ook raar dat we in een auto een hele machine hebben liggen voor in de auto, of soms achter in de auto, die allerlei ontploffingjes maakt op benzine met vuur erbij. En daar willen we dan mee met 120, 130 of dadelijk 100 over de snelweg rijden. Dat is natuurlijk ook best wel link. En als je naar een elektrische auto kijkt, ja, een elektromotor is een heel simpel motortje. Je hebt plotseling veel minder producten te onderhouden, veel minder onderdelen in die auto te onderhouden. Dus het is veel, veel onderhouds minder intensief. Je hebt zelfs meer ruimte in de auto. En het is dus gewoon beter voor het milieu. En ik weet ook wel die elektriciteit voor die elektrische auto. Die komt soms ook nog wel van de centrales af. En ja, die accu's na 10 jaar of na 20 jaar, wat moet je ermee? Ik snap de bezwaren wel, maar om dan te zeggen, door dat te roepen, lekker plat, dan is een elektrische auto maar niks. Dat vind ik een beetje onzin. Hetzelfde denk ik over de warmtepomp. Er zijn natuurlijk nadelen aan een warmtepomp. Ik heb in de Financiële Telegraaf met een artikel gestaan, met een interview waarvoor ze mij benaderden. Voor de warmtepomp, en daar ben ik echt wel kritisch geweest over de warmtepomp, want ja, als iedereen in de standaard Nederlandse woonwijken een warmtepomp aan de gevel schroeft, bijvoorbeeld een hybride warmtepomp, die voor bestaande woningen is gemaakt, die maken bijna allemaal geluid, dan zie ik echt wel heel veel burenruzies ontstaan, en die zijn trouwens al ontstaan door de warmtepomp, want ja, stel dat jij in jouw huis een warmtepomp wilt, en je weet, nee, dan moet er aan de gevel of buiten moet een apparaat komen die herrie maakt. Waar komt die dan te staan? Natuurlijk ga je die op een plek bedenken waarbij jij en jouw gezin er zo min mogelijk last van hebben. Nou, waar is dat? Waarschijnlijk ergens aan de perceelsgrens. En daar zit de buurman. En die gaat er dan meer last van krijgen. Misschien niet meer dan jijzelf. Je kunt wel zeggen, ja, ik heb er zelf ook last van. Ja, dat klopt, maar jij kiest er ook voor en die buurman kiest er niet voor. En dus in de jurisprudentie is al best wel wat onderzocht. Het is ook heel lastig, zeg maar ik weet wel dat een kleine bromtoon
permanent, zeg maar, die dus nooit meer weggaat. Ook al valt die onder alle geluidsnormen, zeg maar, hè, en doe je eigenlijk niks verkeerd volgens de strikte regels van de wetgeving richting je omgeving, richting je woonomgeving. Zijn bromtoon van zijn warmtepomp is echt super vervelend en...